Ja, deze had je niet over te vliegen samen, denk ik. Nee, zeker niet. Ja, wat kan ik erover zeggen? Doodziek eigenlijk. Ja, in de tweede helft moet je dat afstraffen. We raken de paal, er wordt van de lijn afgehaald. Je mist het doel, weet ik veel. Ja. Echt zeker 500% kansen die je mist. En, ja, ook nog mijn, ik maak een mooie actie, schijntrap naar binnen, schiet ik op de keeper. Ja, dat is niet echt een 100% kans, maar daarvoor hebben we natuurlijk moeten hem afstraffen. Ja. Ja. En ja, we krijgen eigenlijk, ja, wat zal het zijn, drie goede kansen of zo en twee maken ze ervan. Ja, en dan speur of verlies je twee. Ja, nu 6 punten. Ja. Ja, kijk, heel eerlijk gezegd, 6 punten. Wat is nou 6 punten? Ja. Staat om jezelf moed in te praten? Wat zeg je? Staat om jezelf moed in te praten? Nee, zeker niet, zeker niet. Ik denk ook als je naar de Eredivisie kijkt, volgens mij 5 weken geleden is het Ajax middenmoot en nu staan ze tweede. 4 punten achter of zo, dus weet je, het kan heel snel gaan. Ja. En we weten wat ons te doen staat. We moeten jagen en dat is het. Ja. Ja, en hopen op foutjes natuurlijk. Dat is blijven jagen? Ja, tuurlijk, we geven niet zomaar op. Dat is het enige wat zeker is. Ja, ja. Ja, jullie hebben gezegd tot de winterstop bijblijven, hè? Ja, kijk, weet je, als jij je topscorer mist, je mist je twee hele goede centrale verdedigers. Ja. Ja, wat moet ik eigenlijk nog meer zeggen? Sommige jongens die kwakkelen een beetje met fitheid. Zoals Mokhtar is nu weer zijn eerste wedstrijd. Ja, oog natuurlijk niet heel scherp nog. Normaal straft hij die twee kansen, straft hij die af. Ja. Maar ja, weet je, het is wat het is. En je kan niet altijd geluk hebben dat iedereen fit blijft. Nee. Nu hebben wij natuurlijk wel heel veel ongeluk, maar ja, we moeten door.